Op de zesde dag laat Boccaccio zijn jongelingen uit Florence elkaar verhalen vertellen over lieden die zich met een kwinkslag of met een geestig of listig antwoord uit een benarde positie weten te bevrijden. Zo ook de kok Kikibio, werkzaam, Venetiaanse kok, werkzaam bij de Florentijn Curado. Gianfiliazzi. Corrado Corrado Gianfigliazzi is, zoals ieder van jullie met eigen ogen heeft kunnen zien, of althans met eigen oren heeft kunnen vernemen, altijd een vooraanstaand, vrijgevig en gastvrij burger geweest van onze stad, die een ridderlijk leven leidde en voor wie ze meer gewichtige bezigheden daargelaten, de jacht met honden en valken een ware passie was. Op zekere dag had hij in de buurt van Peretola met zijn valk een dikke malse kraanvogel verschalkt, die hij naar zijn uitstekende Venetiaanse kok Kikibio liet brengen, met de opdracht het beest voor het avondmaal te bereiden. Kikibio, die even onnozel was als hij eruit zag, pluimde de kraanvogel en zette hem op het vuur waar hij weldra vrolijk stond te pruttelen. Toen hij bijna gaar was en er een verrukkelijke geur uit de pan opsteeg, kwam er een meisje uit de streek, Brunetta genaamd, op wie Kikibio smoor verliefd was. Ze snoof. Het heerlijke aroma op, lichtte het deksel en smeekte Kikibio watertandend haar een billetje van het wildbraad te geven. Kikibio antwoordde haar al zingend: Dat krijg je niet, donna Brunetta, dat krijg je niet. Donna Brunetta zette een wat verongelijkt gezicht op en zei. God allemachtig, als ik dat billetje niet van je krijg, moet je van mij ook nooit meer iets verwachten. Het ene woord bracht het andere mee, en om zijn geliefde niet voor het hoofd te stoten, trok Kikibio uiteindelijk de vogel dan maar een poot uit en gaf haar die. Toen Corrado wat later met een paar gasten aan tafel zat en de kraanvogel met het met een ontbrekende poot zag opgediend, was hij hooglijk verbaasd. Hij liet Kikibio ontbieden en vroeg hem wat er met die andere bil gebeurd was. Waarop de kok, die als goede Venetiaan niet om een leugentje verlegen was, prompt antwoordde: Heer, kraanvogels hebben maar één poot en één bil. Wel verduiveld! Hoe haal je het in je hoofd? Vloog Curado opgewonden uit. Dacht je dat ik nog nooit eerder een kraanvogel had gezien? Maar Barkikibio bleef onverstoorbaar. Het is zoals ik het u zeg, heer. En als u wilt, zal ik u dat ook laten zien. Omdat er gasten bij waren, wilde Curado liever niet langer bekvechten. Maar hij liet zich nog ontvallen. Als jij beweert dat je me dat kunt tonen, dan wil ik dat morgen vroeg reeds zien. Al heb ik zoiets nog nooit op een Viool horen spelen. Maar ik zweer je op het lichaam van Christus: als het niet waar is, zul je er zo van lusten dat je mijn naam de rest van je dagen niet meer zult vergeten. Voor die avond werd de strijd bij begraven. Maar toen Corrado de volgende ochtend bij het krieken van de dag opstond, was zijn woede nog steeds niet geluwd. Hij liet paarden optuigen, gebood Kikibio op een oude knol plaats te nemen en reed met hem naar een rivier waar aan de oever bij zonsopgang altijd kraanvogels te zien waren. Niet zonder hem eerst nog toegevoegd te hebben: We zullen dadelijk eens zien wie van ons beiden gisteravond gelogen heeft. Die merkte dat de hazernij van Corrado nog lang niet bekoeld was en er geen idee van had hoe hij zijn bewering moest waarmaken, reed, bibberend van angst naast Corrado verder. En als hij gekund had, was hij er het liefst van doorgegaan. Maar aangezien dat uitgesloten bleek, keek hij voortdurend schichtig om zich heen. En meende overal kraanvogels te ontwaren, op twee poten. Maar het eerste wat de kok zag toen ze bij de rivier kwamen, was een troep van wel een dozijn kraanvogels, die allemaal op één poot stonden, zoals ze dat plegen te doen als ze slapen. Ogenblikkelijk wees hij in hun richting en zei Heer, kijkt u eens naar die kraanvogels daar Nu kunt u zelf zien dat ik gisteravond de waarheid sprak Namelijk dat ze maar één poot en maar één bil hebben Wacht maar, ik zal je eens laten zien dat ze er wel degelijk twee hebben beet Borado terug Hij ging wat dichterbij en slaakte een kreet waarop de kranen hun tweede poot uitstaken wegrenden en vervolgens klapwiekend opvloog. Toen keek Curado Kikibio triomfantelijk aan en zei: Wat zeg je daarvan, vreedzak die je bent? Hebben ze wel of niet twee poten? Op dat moment was Kikibio's hart geen boontje groot, maar zonder zelf te weten waar hij de woorden vandaan haalde, antwoordde hij: Inderdaad, Heer, maar als ze gisteravond ook zo'n kreet geslaapt had, zou die kraanvogel ook wel zijn andere poot hebben uitgestoken, zoals zijn soortgenoten hier deden? Corrado was zo opgetogen over dat antwoord dat zijn woede terstond omsloeg in vrolijkheid en schaterend zei: Inderdaad, Corrado, dat had ik moeten doen. Dankzij zijn pront en geestig antwoord wist Kikibio zich uit zijn netelige positie te redden en weer in de gunst van zijn meester te komen.